Hi guys, alles goed met jullie? Ik ben vandaag gewoon oververmoeid. Waarom? Vanaf rond 7:30 was ik bij Acer. En pas tegen 3 uur ben ik geholpen, guys, in de middag. Kan je voorstellen? Ja, er was iets ertussen gekomen dat de specialist naar de OK moest. En ja, en daar zaten we gewoon letterlijk. Ik zag andere patiënten gewoon op de stoel liggen met slapen. Ik vond het zo zielig. Ik kan het toch tenminste volgen. Dat was hectisch vandaag bij AZ. Maar goed, hoe was jullie vader? Daar hebben jullie vaders lekker verwend. En zijn jullie lief geweest tegen jullie vader? Extra verwend. Elke dag is vader en elke dag is moederdag. Maar gisteren was het speciaal. Gisteren had ik het een beetje te druk, een beetje, niet echt druk. Maar ik maak het vandaag goed met mijn vader. Elke dag is de zijn, elke dag is vaderdag. Ik maak het vandaag goed met mijn vader. Ik heb gekookt. Dus ondanks ik half 5 was ik thuis. Hè. Ik heb kip in de oven gezet, aardappel geschild. Op vuur gezet, macaroni op vuur gezet. Hey, ik kon gewoon niet vloggen wat ik allemaal heb gedaan. Het was hectisch. Dus ik ben net klaar met de kip snijden en de sorteren van mijn vader. En ja, ik voelde me gewoon niet lekker gisteren. Ik heb mijn vader uitgelegd van pa, vandaag kan ik niet komen hoor, ik voel me niet lekker. En zet andere dingen die ertussen zijn gekomen, maar ik maak het goed met mijn vader vandaag. Ja, en ik zei mijn stiefmoeder nog van ik kom vanmiddag en mijn stiefzusje. Maar goed, ik zal jullie wezen wat ik allemaal heb klaargemaakt. Het was echt een running ding, echt serieus. Ik had kip ingelegd zaterdag. Een pak boter had ik ingelegd. Gisteren heb ik een deel in de oven gezet voor mijn partner. Ja, hij is ook vader, hij is ook vader. En fries gebakken, die crispy fries gebakken voor hem, dat was ontbijt. En daarna lustte ik echt niets anders dan peperen kangkong, dagoeblad. Echt, toevallig zette mijn collega het op Facebook. En ik heb 2 bosjes kangkong gekocht, ik heb het geblancheerd. Ik heb sambaltrasje gemaakt, dat was de best ever gisteren aan zijn maaltijd. Ja, ik heb mijn man ook verwend. Gisteren we waren naar NC gegaan, McDonald's. En ik zei hem dat hij mocht kiezen. Dus gisteren was het geen kipdag. Gisteren was geen share meal. Altijd is het share meal. Gisteren was het letterlijk burger. Er was een vaderdagactie. We hebben genoten van alle burgers. We hebben Double Mac, Big Mac genomen. 1 McChicken en 1 cheeseburger. Dus het was echt gisteren een quality time met husband en Maputo. Oké, ik ga het niet te lang houden. Ik heb als eerst hier een lekkere aardappel in. Hoe noem je dat? Mashed potato. I got here mashed potato. Ja, dit is made with butter en milk. Ja, butter en milk. Ja, ik heb hier 2 kilo aardappel gebruik. Ik heb 1/2 pak melk gebruikt en 1 pak boter heb ik gebruikt, golden brand. That's it, nothing else guys. This mashed potato is 2 kilo of aardappel. Hoe zeg je aardappel in het Engels weer? Zomaar forceer ik mezelf. 1 pack of butter en half pack of milk. That's it. Dit is the best recipe ever. Ik zet geen andere dingen rommels erin hoor. Ik bedoel, soms houden niet mensen ervan dat ik rommels zeg. Dus andere prang erin. Maar goed, we gaan naar het tweede gerecht. Dit is macaroni. De macaroni heb ik uitgekookt. Dit is rund gehakt. Heb ik met de spaghetti saus gemaakt en
met koren erdoor. Dus die recipe van die koren in die spaghetti saus kun je ook vinden in de vorige video's. Die heb ik apart gekookt. Dus die rund gehakt met die spaghetti saus en heb ik apart gekookt. En ik heb een macaroni apart gekookt. En daarna, want toen het gaar was, heb ik dan de runder gehakt, erover gegooid en gedraaid met nog meer specerijen, Maggi en suiker. Zo, hier heb ik dan een lekkere kip in de oven. Je hoeft niet te forceren, mensen, om hoe het weer houtskool aan te maken. Helemaal niet. Ik heb hem goed ingelegd. Voor een pak bout had ik gebruikt 7 Maggi blok en 10 lepel suiker. En katoenbaar, zwarte peper, laos, gember, uien en knoflook. That's it. Nothing else. Het kan gewoon simpel. Nog aan prang, 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 prang. En sowieso voor de kleur heb ik ketchup gebruikt. Ja? Dus ja, mensen, ik ga zo naar mijn vader. En dan tot zo weer. Oeps. Guys, vandaag is weer een nieuwe dag. Ja, wacht even. Wat ik vandaag ga koken is... Vanmorgen had ik... Ja, even, oma praat. Vanmorgen had ik worstjes. Ja, vandaag is weer een nieuwe dag. Wat ik straks ga koken is, wat ik zo direct ga koken, ik lustte allang chapar. Ik lustte allang grote chapar. Grote chapar. En met leven. Dus ik ga die lever opkoken en dan ga ik de chapar schoonmaken. Hier een goede chapar. Ja, deed de winkel voor hem. En dan ga ik hem schoonmaken. Ja, ik ga echt veel peper zetten, want ik heb al eten voor de meisje. En ga ik dit echt pittig doen. So guys, ik ga nu beginnen met koken. Ik heb hier uien, knoflook, peper en Maggi. Die ga ik in de pan doen. Ga ik eventjes bakken. Ja. Het vuur moet niet te groot zijn of ook niet te klein zijn. Dat de uien en al die andere specerijen aanbrand. En dan voeg ik toe 2 volle lepels witte suiker. Ja. En vervolgens zet ik wat tomatenpasta. Ja. Is het aantal. Ik zet die druppeltjes van de hoeveelheid groenten en lever die ik koop. Ja, allemaal een beetje kleur te geven. En dan ga ik hem even door draaien. Dat al de specerijen goed gebakken worden. Ja. Het wordt een hele lekkere lever sambal met grote chapar. En dan zet ik wat en dan nu zet ik de lever erin. Ja. Ik heb hem eerst nog gekookt en dan gesneden in stukjes. En dan ga ik hem draaien in al de specerijen. Ja, je moet een beetje veel olie zetten hoor. Dus ongeveer 2 volle kooklepel olie. Dat het niet plakt aan de pan. Ja. Mooi draaien. Dat alle lever
geheel kreeg van de alien knoflook. En vervolgens zet ik erbij een beetje ketchup voor de iets donkere kleur. Ja. Ketchup voor de iets donkere kleur. En ga ik hem weer draaien. Zie je gelijk dat hij een hele mooie kleur kreeg. Een hele goudbruine kleur kreeg. Niet te veel ketchup hoor, want het kan zwart worden. En de agopora kleur voor chapar. Oké, ik heb de chapar inmiddels een hele uur schoongemaakt en gewassen. En dan ga ik hem nu toevoegen in de leversambal. Ja, een heel heerlijk gerecht. Dus deze chapar kan je met alles koken hoor. Kan ook met warme vis, kan ook met worstjes, kan ook met een rund. Gestoofde rund en dan zet je een plaatje chapar. Pikante kip kan je ook deze grote chapar zetten erdoor. Heel erg lekker is wat u wilt. De smaak speelt een rol. Niet de combinatie. Sommige mensen vinden de combinatie eng. Maar u moet het zien. Ja mensen, kijk maar hoe mooi de groente is. En dan ga ik hem eventjes dichtmaken. En de chapar laat het gaar worden. Ja, tot straks weer. En na 5 minuten heb ik de deksel weer open gedaan. En dan ga ik hem gaar laten worden. Ja, zie je? Het is al gaar. Niet te gaar, want hoe dat wil, je moet die crunchy van die chapar kunnen proeven. En ja, dit is hem. Smakelijk eten, guys. Guys, look my food. Lekker! Chapar en lever. Yes guys, simpel eten is the best. I like fancy food also, but this is my life. Cooking, all the weird things, and yeah. Heerlijk, ik ga me proeven. Weet je hoe lang ik bezig was om de chapas schoon te maken? Een hele uur. Alles op zijn plaats. Heerlijk. Heerlijk. Het is echt proberen hoor. Grote chapar? Dat is voor jullie komen. Tot de volgende video. Mwah. Smakelijk eten. Zang. Ayaya. Zoveel kleren heb je genomen. Laat me zien. Wauw. Laat me zien.
zien. Waar is die guys nou? Guys. Zo, guys. Oké, okay, andere, laat me die andere zien. Zo, guys. Oké, okay, let's go, let's go. Let's go.